Goedenavond allemaal, welkom bij het Science Café. Mijn naam is Erwin Maas, ik ben programmamaker bij Studium Generale, het podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Nou, nogmaals welkom bij het eerste Science Café van dit seizoen, voor de mensen die het Science Café niet kennen. Het concept is eigenlijk heel erg simpel. We hebben één thema en we hebben drie gasten, drie wetenschappers die daar vanuit hun eigen discipline op reflecteren. En vandaag gaan we het hebben over de macht van sociale media. De laatste tijd zwelt de kritiek op sociale media bedrijven flink aan. Bedrijven als Facebook zouden verantwoordelijk zijn voor privacy schendingen, de verspreiding van misinformatie en manipulatie van gebruikers. En dat allemaal om winst te kunnen maken. Hoe machtig zijn sociale media eigenlijk en kunnen we het tij keren? Daar ga ik het vanavond over hebben met drie fantastische gasten die ik nu aan jullie ga voorstellen. Hij is communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoekt hoe sociale media onze politieke overtuigingen en ons gedrag beïnvloedt. Brahim Zarouali. Hij is mediawetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam ook, waar hij onder andere onderzoek doet naar de geschiedenis van het World Wide Web en de voorlopers van sociale media. Michael Stevenson. Ze is universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht, zat ook ooit bij de UvA. Het is een Amsterdams onderrondje hier en doet al jaren onderzoek naar de opkomst van sociale media en hun invloed op de maatschappij. José van Dijk. Welkom dat jullie hier willen zijn. Fantastisch dat jullie er zijn. Gebruiken jullie eigenlijk sociale media, José? Heel weinig. Heel weinig, maar je hebt het wel. Als ik het precies definieer, zit ik op WhatsApp. Ik vermijd Facebook en ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders ben die daar nooit op gezeten heeft. Oké, misschien als mensen meekijken, plaats een reactie zou ik zeggen. Er zullen misschien ook wat andere mensen zijn die het nooit hebben gebruikt. Jij, Michael, zit je op social media? Ik ben een ervaren social media gebruiker, maar ik heb de laatste maanden Twitter en Facebook op pauze gezet. Waarom? Ik denk dat zeker als Amerikaan, met de verkiezing, krijg je heel veel over je heen van berichten van familie en vrienden die heel heftig praten over politiek. En ja, soms is het wel fijn om dat gewoon even uit te zetten. En ja, ik merk dat ik dat wel vind. Jij, Brahim? Ja, ik ben een redelijk fervente social media gebruiker. Dus het hele rijtje, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, noem maar op. Ik zit er allemaal op en ik maak er ook gebruik van. Ja. Je noemt natuurlijk al een aantal van die bedrijven. Toch voordat we beginnen, sociale media, hoe zou je die definiëren? Wie hoort er wel bij, wie hoort er niet bij? Michael? Sociale media, dat is een van die termen die dat heel moeilijk is. Alles en nog wat wordt er onder gegooid soms. Ik zou het, denk ik, definiëren als... ik weet het eigenlijk niet. Misschien een van de andere. Ik zou zeggen, die platformen die faciliteren de communicatie tussen mensen onderling en vooral kunnen combineren van persoonlijke communicatie met massacommunicatie. Oké. Brahim, eens? Ja, en ik denk dat het sociale component ook heel belangrijk is. Dus de mogelijkheid om ook die communicatie te kunnen delen, dus content te kunnen liken bijvoorbeeld. En ook in interactie kunnen gaan met inhouden, media-inhouden. En dat maakt sociale media nu net heel uniek in vergelijking met, laten we zeggen, de meer klassieke mediavormen. Ja, daar gaan we het zo nog zeker over hebben. Maar laten we nu beginnen met de actualiteit. Op 17 maart, dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En dankzij corona wordt de strijd meer dan ooit beslecht op sociale media. Hoe overtuigend zijn politieke advertenties op Facebook? En hoe werken ze precies? En hoe vormen sociale media onze denkbeelden en ons gedrag? Daar gaan we het over hebben met jou, Brahim, communicatiewetenschapper. Voordat we beginnen, laten we even kijken naar een filmpje. We gaan even ons geheugen opfrissen. We willen het even met je hebben over de grootste privacy schending in de geschiedenis van Facebook. Tot zover bekend dan. De Facebook-gegevens van miljoenen Amerikanen zijn in handen gekomen van Trumps campagneteam. Wat gebeurde er precies?
Het begon allemaal met het databedrijf Cambridge Analytica. En nee, dat is geen onderdeel van die universiteit. Je kent Cambridge Analytica misschien van het Leave-kamp van de Brexit. Daarbij beïnvloeden ze kiezers om voor het verlaten van de EU te stemmen. Het databedrijf kreeg in 2014 de persoonlijke gegevens van 270.000 Facebook-gebruikers in handen. Ze ontwikkelden de app This is Your Digital Life en lieten gebruikers daar een persoonlijkheidstest invullen. Via die gebruikers kreeg het bedrijf ook alle gegevens van hun Facebook-vrienden, zoals likes, status-updates en soms privégesprekken. En die vrienden, die wisten daar niks van. Zo vergaart het bedrijf gegevens van zo'n 50 miljoen profielen. Facebook eiste dat Cambridge Analytica die gegevens zou wissen. Maar of dat ook echt gebeurde, bleef onduidelijk. En Facebook wist dat, maar ondernam amper actie. Ook lieten ze de personen achter al die getroffen accounts, vooral Amerikanen, niets weten. Met die gigantische database kon Cambridge Analytica bepalen wat voor onderwerpen Amerikanen interessant vonden en op wat voor manier ze te beïnvloeden waren. Bij de een is bijvoorbeeld een angstaanjagend bericht effectief, terwijl de ander liever positieve berichten ziet. En via Cambridge Analytica komen we bij Trump. Ja, komen we bij Trump. Misschien kunnen we het daar nog over hebben, maar we wilden eigenlijk vooral even het geheugen opfrissen, want het is alweer een paar jaar geleden. Cambridge Analytica, wat gebeurde daar nou precies? Dus je hebt inderdaad een grote set data die op een oneigenlijke manier verkregen werd, zoals we net ook hebben kunnen zien. En die data werden dan vervolgens gebruikt voor politieke doeleinden. Dus we weten bijvoorbeeld dat die data gebruikt werden voor of tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, waar Donald Trump gewonnen heeft. En ook tijdens de Brexit referendum in 2016, waar het de Leave-campaign het gehaald heeft. Dus je hebt daar data die op een heel onethische en ook zonder toestemming verzameld werd en vervolgens werd gebruikt voor politieke doeleinden. En laten we even duidelijk zijn, dat was niet de initiële bedoeling van het verzamelen van die data. Dus mensen waren niet op de hoogte toen ze die app downloaden, dat de data gingen gebruikt worden voor politieke campagnes. En laat staan politieke campagnes waar ook nog eens de uitslag mogelijk van zou kunnen beïnvloed worden. Is daar iets over bekend of er echt daadwerkelijk, of die beïnvloeding gewerkt heeft? Dat is zeer moeilijk om te achterhalen. Er zijn ook documentaires en bevindingen die aantonen dat er mogelijk wel een invloed zou kunnen geweest zijn van die dataverzamelingen en die algoritmes op mensen hun stemvoorkeuren en stemintenties. Maar heel moeilijk om dat heel specifiek te kunnen uitmaken. En dat was trouwens ook de reden waarom wij aan de Universiteit van Amsterdam dit eens nader wouden onderzoeken door een soort mini-Cambridge Analytica-experiment na te bootsen. Ja, want dit onderzoek was eigenlijk de aanleiding voor jullie. Dit moeten we even goed gaan onderzoeken. Hoe werkt die politieke beïnvloeding nou precies? Ja, dat klopt. En hoe ga je dan te werk? Ja, dus er was een massale publieke verontwaardiging na het schandaal en trouwens volledig terecht. En wij vroegen ons af, werkt dit eigenlijk? Dus we hebben een soort fake sociaal netwerk nagebouwd dat een beetje lijkt op Facebook. En mensen konden inloggen, konden met elkaar interageren. En we konden op die manier dus data verzamelen. Data die we gebruikt hebben om hun persoonlijkheid te voorspellen op basis van een algoritme. En in een tweede fase konden we op basis van die voorspelling dus mensen gaan targeten met politieke boodschappen die op hun persoonlijkheid gericht was. En daar konden we vaststellen uit de data dat die politieke boodschappen die getarget waren op persoonlijkheid veel effectiever waren dan de boodschappen die niet getarget waren. Maar nog heel even terug naar die persoonlijkheid. Want hoe maakte je dan een persoonlijkheid? Hoe deed je dat? Wat voor persoonlijkheidskenmerken bracht je dan in kaart? We hebben dat gedaan op basis van tekst. Dus de tekst die mensen schreven op sociale media, dat werd dan verzameld. En we konden dus per participant, per deelnemer, op basis van de geschreven tekst, uitmaken of iemand extravert of introvert was. Dat is een soort persoonlijkheidskenmerk dat
redelijk belangrijk wordt geacht bij het maken van politieke beslissingen. En dus je kon dus perfect gaan plotten of iemand extrovert of introvert was. En die informatie hebben we vervolgens gebruikt om politieke boodschappen te gaan targeten. En dat hebben we gedaan op basis van een algoritme van het bedrijf TextGain. Dat was een samenwerking met het bedrijf TextGain. Dat gespecialiseerd is in het aanbieden van AI-oplossingen voor bedrijven en andere organisaties. En we hebben dus kunnen vaststellen dat het kan. Dus we kunnen wel degelijk persoonlijkheid voorspellen op basis van tekst. En in een tweede fase, je kan ook op basis van die voorspelling advertenties gaan targeten naar de bevolking toe. Met mogelijk ook een effect in het sturen van politieke intenties. Maar hoe kom je er dan achter welke boodschap past bij de persoonlijkheid? Welke boodschap beter aanspreekt? In dat filmpje ging het natuurlijk over angst en over blij. Is het dan zo dat angst beter aanslaat bij mensen die introvert zijn? Is blij dan iets wat beter aanslaat bij mensen die extravert zijn? Hoe koppel je die twee? Ja, de koppeling gebeurt op basis van de theoretische literatuur. Dus we zijn echt gaan zoeken naar bepaalde angst of emotionele prikkels die beter werken bij bepaalde persoonlijkheden. En daar zagen we dat negatieve emoties, zoals angst, in principe beter zou moeten werken bij mensen die eerder introvert zijn. En positieve boodschappen, zoals bijvoorbeeld hoop of enthousiasme, in principe beter zouden moeten werken bij mensen die eerder extravert zijn. Dus dat hebben we ook gedaan. En die bevinding of die stelling aanname, die hypothese, klopte ook. Dus je kon op die manier emoties gaan specifieren en ook gaan targeten en vervolgens net een betere politieke beïnvloeding genereren. En dit zijn toch resultaten die je toch wel beter doen nadenken over de rol van politieke microtargeting of politieke advertenties in volle verkiezingsstrijd. Ja, want je noemt dat microtargeting. En wat maakt dat microtargeting beter of misschien wel effectiever dan een reclamespotje op tv? De mogelijkheid om te segmenteren. Je krijgt een aanpak waarmee je op een veel fijnmazige manier te werk kan gaan. Je kan persoon A een emotionele boodschap tonen die net ietsje anders is dan een persoon B. Dus je hebt de mogelijkheid om te gaan differentiëren in de boodschappen die je uitstuurt. En dat was vroeger veel minder het geval. Daar had je een algemene boodschap naar de bevolking toe, bijvoorbeeld op televisie, en die kwam dan meestal bij iedereen terecht. Ja. Nu heb je op basis van die algoritmes de mogelijkheid om toch wel meer te gaan personaliseren. En dat werkt lang niet altijd, hoor, maar dat geeft je toch iets meer controle om je boodschap te gaan aanpassen naar bepaalde eigenschappen van mensen. En in ons geval, in onze studie, was dat dan concreet de persoonlijkheid van individuen. En wat er onder ligt natuurlijk, is het idee dat wij als politieke actoren dat we niet heel erg rationeel zijn, maar ons blijkbaar dus laten leiden door emoties. Dat klopt. Vroeger, in de 20e eeuw, was er nog een dominante paradigma waarbij men uitging dat de mensen rationele beslissingen maken, waardoor dus ook de rational voter principe werd gehanteerd. Maar meer en meer kreeg je dan de invloeden van behavioral science en waarbij men dus ook ging concluderen dat stemmen en verkiezingen vaak een emotionele beslissing zijn, emotionele drijfveren, buikgevoel, instincten, dat soort van emotionele factoren. En dus dat emotionele boodschappen wel eens veel beter zouden kunnen werken dan zuivere, rationele, informatieve cues. Mm-hmm. En als je dat dan ook nog eens uitspeelt met de mogelijkheid om te gaan targeten, dus die emoties op een doeltreffende manier te gaan personaliseren, dan kan je wel eens bepaalde effecten genereren. Dit ging natuurlijk over Cambridge Analytica en daar zagen we dus heel duidelijk dat die data, dat die op oneigenlijke wijze eigenlijk was verzameld. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is fout. Maar wat als die data met toestemming van gebruikers gewoon gegeven wordt? Is er dan eigenlijk nog iets mis mee? In dit geval is er wel iets mis mee, omdat je natuurlijk je bevraagt mensen hun persoonlijkheid niet rechtstreeks, maar je verzamelt data en op basis van die data ga je een model, een algoritmisch model maken, waarbij je onderliggende factoren gaat voorspellen. In dit geval persoonlijkheid. En daar zijn
mensen zich niet van bewust. Ze weten niet dat je op basis van Facebook-data, die ze achterlaten, een algoritmisch model gaat kunnen maken die vervolgens hun persoonlijkheid gaat voorspellen en die persoonlijkheid vervolgens ook nog eens gaat gebruiken in een politieke verkiezing. Dus dat zijn praktijken waar mensen zich in geen geval van bewust zijn. En ja goed, dan kunnen we alleen maar stellen dat dat zeker niet mag getolereerd worden. En dit is natuurlijk de grotere vraag en daar zullen we later ook nog wel op terugkomen. Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dat aan te pakken? Ligt dat bij Facebook zelf? Moeten ze transparanter zijn hierover? Ik denk dat transparantie een grote impact kan hebben. Ja. Ze moeten transparant zijn over de advertenties die verschijnen. Er zijn nu wel bepaalde initiatieven, zoals de advertentiebibliotheek. Dat vind ik al een goede stap of een stap in de goede richting. Wat is de advertentiebibliotheek? Dat is een publieke bibliotheek waar in principe alle politieke advertenties die op Facebook verschijnen, zouden in moeten gedocumenteerd worden. We hebben al gemerkt dat er wel wat kinderziektes zijn, dat niet alle advertenties worden toegevoegd en dat er bepaalde advertenties niet gelabeld worden als politiek. En dus er zijn wel wat issues met de bibliotheek, maar het is alvast een eerste stap. Dat kan denk ik alleen maar aangemoedigd worden. Maar er is veel meer nodig dan dat natuurlijk. Hè. Dus transparantie is zeker een deel van de oplossing, maar ik denk ook dat er een heel sluitend wettelijk kader moet komen, regulering, die bepaalde praktijken aan banden kan leggen. En goed, je weet ergens wel dat regulering niet een pasklaar antwoord geeft, want technologie ontwikkelt zich razendsnel. Vooraleer je een wet stemt, zijn er wellicht al 3-4 nieuwe technologieën die je achterna moet hollen. Dus daarmee ga je het niet halen. Maar goed, er moeten wel duidelijke spelregels, denk ik, gemaakt worden wat wel kan en wat niet kan en wat daar ook de effecten van zijn op onze maatschappij, op de democratie in het algemeen ook. Ja, daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Het gaat nu eigenlijk vooral over die gepersonaliseerde advertenties, hè, die door politieke partijen gedeeld worden. In hoeverre beïnvloedt wat onze vrienden en kennissen op Facebook doen ons politiek gedrag? Dat heeft een grote invloed. We weten dat algoritmes gestuurd worden door sociale connecties. Dus wat je vrienden doen, wat je kennissen doen. Dus mensen die in je vriendenlijst zitten. Ja, die hebben dus een impact op wat jij te zien krijgt op je tijdlijn. Dus je vrienden kunnen dus bepalen welke content je te zien krijgt. Dat is denk ik een eerste argument. Een tweede verwijst naar een meer psychologische benadering. En dat is dat content die geliked wordt door je vrienden, mensen die een invloed hebben in je leven, dat soort berichten, dat soort posts, heeft op jou ook een grotere impact. Dat wordt ook wel social proof genoemd, of sociale bewijskracht. En dat betekent dat je vrienden een beetje een soort voorbeeld tonen van ja, dit vind ik leuk, en dat je automatisch ook gaat denken, ja, dit vindt mijn vriend leuk, dus ja, dit zou ik misschien ook wel leuk moeten vinden. Dus het bepaalt ook hoe je denkt, welke beslissingen je maakt en wat je al dan niet leuk vindt. En dus die sociale invloed is er wel degelijk op sociale media. En daar zijn we ons misschien niet altijd van bewust, omdat die dingen heel vaak ook onder de radar werken. En dat zou ook wel eens onder de aandacht mogen gebracht worden. Ja, we gaan zo ook nog eventjes met jou verder praten, hoor. Maar het lijkt me leuk om het te hebben over de oorsprong van sociale media. De opkomst van Facebook en Twitter die kwamen natuurlijk niet uit het niets. En de manier waarop sociale media vorm kregen, dat is gebaseerd op idealen en waarden die al langer in de wereld van het World Wide Web circuleerden. Wat zijn die waarden en hoe leiden ze tot het ontstaan van sociale media? En in hoeverre spelen ze vandaag nog een rol? Daar ga ik het met jou over hebben, Michael. Neem ons eens even een paar decennia mee terug. Wanneer werden die zaadjes voor de sociale media geplant? Ik zit nog een beetje in Brahim's verhaal, want ik vind het heel indrukwekkend. Maar ik zal even schakelen. Mijn onderzoek gaat eigenlijk over de laatste 30, 35 jaar, waarin wat we nu zien bij Facebook en Twitter en dergelijke social media, waarin dat vorm is gegeven over heel veel, over een best wel lange tijd eigenlijk. En
Ik zou zeggen dat je de geschiedenis daarvan eigenlijk moet zien als een beetje een samensmelting tussen twee werelden. Aan de ene kant de wereld van publishing. Dus je had in het vroege web in de jaren 90 een aantal independent publishers, uitgevers die naar het web gingen en die zagen de potentie voor een medium waar iedereen eigenlijk een soort uitgever kon worden. En zo had je binnen de kortste tijd had je dingen die op blogs leken enzovoorts. En dus één stroming was dat. Mensen die naar het web keken en zagen de potentie voor het idee dat iedereen een uitgever zou kunnen zijn. En aan de andere kant had je de technoten. En dat zijn mensen die naar het web keken en die zagen dat je eigenlijk één groot informatiesysteem had. Één grote database. Dus als je naar social media kijkt, dan zie je altijd die twee componenten. Je ziet aan de ene kant, het is een middel om jezelf te laten zien in de wereld. Iets te zeggen, een foto te uploaden enzovoorts. Maar aan de andere kant is het gewoon een soort ingewikkelde informatiesysteem met allemaal verschillende content, datapunten, connecties tussen mensen enzovoorts. Die twee werelden hebben allebei een soort ideaalbeeld gehad in de tijd. Dus had je aan de ene kant het idee dat de democratie het zou een positief effect hebben op de democratie als iedereen mee kan doen, iets kan zeggen. En bij de technoten was het idee dat we kunnen een soort perfecte informatiesysteem creëren, een soort Tower of Babel. Information universe. Information universe, precies. Dus je ziet die twee soort van idealen ontwikkelen en die stonden vaak achter de vroege experimenten met dit soort media en je zag een soort samensmelting grappig genoeg over de jaren dat de macht was verschoven. In de jaren 90 zat de macht vooral bij de uitgevers na een tijd ging dat naar de technoten, de Mark Zuckerbergs van de wereld. Ja, precies. En die uitgevers, dat waren gewoon allerlei mensen die ook maar iets op het internet wilden delen. Dus bloggers. Eigenlijk ben je als blogger ben je ook een uitgever. Ja, dat is het idee. Nu is dat niet meer indrukwekkend dat we op het internet gewoon van alles zelf kunnen zeggen. Maar in die tijd was dat wel, 20, 30 jaar geleden, was het wel speciaal. Ja. Hoe komt het dat het dus is overgeslagen naar die techneuten? Waarom hebben zij de overhand gekregen? Dat is puur economische principe. De opkomst van platforms, hoorden we zo meteen misschien iets over, is gewoon een hele ingewikkelde zaak. En je had gewoon, de keerpunt was voor mij een website dat heette Slashdot. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het begin van veel aspecten van social media zoals we die kennen. En dat was een aantal computer science studenten die in hun dorm room in Michigan een heel complex website hebben gebouwd die voor tech news. Dus ze waren uitgevers, maar ze waren eigenlijk vooral technoten die een platform bouwden zodat het nieuws geproduceerd kon worden door alle lezers. Dus dat was een beetje de keerpunt. En dat zijn gewoon complexe systemen die moeten dat op het schaal die wij kennen, is social media van de technoten. Ja, precies. Het gaat natuurlijk ook om waar het geld dan op dat moment naartoe gaat, waar financiers ook interesse in hebben. Ik weet niet, José, misschien kan jij aanvullen dat omslagpunt, waarom die techneuten eigenlijk, die Michael noemt, waarom zij de overhand kregen.
Ja. In tegenstelling tot de mensen die dat ideaal hadden van al die individuele uitgevers. Ja. Ja, Michael, wanneer was Slashdot ook weer? Welk jaar? Ja, gestart eigenlijk 97. Ja, 98, eind ja. van de 20e eeuw. Ja, we zien die jaren zijn echt de omslag geworden. En dan 2004 begint Facebook. Ja. Hè? Als Google is trouwens 99. Hè? Dus we zien echt rond de eeuwwisseling zien we dat omslagpunt naar het overnemen van wat ik nu platformisering noem. Maar wat eigenlijk inderdaad de techbedrijven nemen het over van de publishers. Dat is denk ik een belangrijk keerpunt geweest. Kwam ook omdat dat waren platformen die gebruikers centraal gingen stellen. Dus alles wat je zelf aan content genereerde, dat werd eigenlijk hun product. Ja. Niet meer de content die professioneel gemaakt werd en dus uitgegeven. Maar dat is de omslag geweest naar de gebruikers genereren content en dat wordt als het ware verkocht als een product. Ja. Ja, Michael, kijk, nu hebben we natuurlijk, we hadden het net over Cambridge Analytica. Het is nu eindelijk, is het moment daar dat heel veel mensen kritiek hebben op die techbedrijven en op die sociale media. Nou ja, de Social Dilemma documentaire, toch een beetje de aanleiding van deze avond. Daar wordt best wel een vrij alarmistisch beeld geschetst over de werking en de interne processen bij die sociale media bedrijven. Waren dat soort angsten er toen ook al? Toen die soort van sociale media bedrijven opkwamen in de jaren 90? Ja, ik zou zeggen dat er in de geschiedenis van de social media heel veel utopische gedachten te zien zijn, maar ook heel veel dystopische. En ik denk dat we eigenlijk, we blijven vaak een beetje hangen in het van het een naar het ander gaan met social media. En dus die angsten waren er zeker over dat social media een soort surveillance systeem zou worden. Dus een heel groot discussiepunt bij Slashdot, dus die ene soort van keerpunt die we noemden. Een heel groot discussiepunt was dat ze op een gegeven moment cookies zouden gebruiken. Dus die webcookies om gebruikers te laten inloggen en dat ze dan weer dezelfde dingen zouden zien. Dus dat is een soort dat de website een soort memory geheugen zou hebben. Precies, eigenlijk een hele vroege vorm van die data. Ja, en nog steeds een belangrijke deel van de datacollectie. Ja. Dus dat in die jaren, men zag wel dat soort technologieën en zag wat de potentie daarvan was. Misschien niet tot in hoeverre we het vandaag zien, maar die angsten waren er heel lang. Ja. Mm-hmm. En wil je reageren op? Ja, het idee van de social dilemma, namelijk dat je in het brein kan kijken van de mensen en dat er ergens een knopje is waar je aan kan drukken en dat de individuele beslissingen, de drijfveren, de motivaties, de intenties kunnen beïnvloed worden, ja, dat wil ik toch even nuanceren. Want dat idee is trouwens ook niet per se nieuw. Binnen de marketing wordt er al decennia gesproken van de buy button, de koopknop. Daar moet je even op drukken en als je dat indrukt, dan kan je de consumenten eender wat wijs maken of eender wat verkopen. Nu goed, algoritmes zijn niet in staat om rechtstreeks in de hersenen van mensen te gaan kijken. In het beste geval maken ze een inschatting die wel eens, laten we zeggen, een zekere accuraatheid kan bereiken. Maar goed, dat is lang niet hetzelfde als het overnemen of het kapen van mensen hun hersenen om ze dan te beïnvloeden op allerlei manieren. Ook dat dystopisch idee moeten we ook wel een beetje minimaliseren. Ja, dus wordt een beetje overdreven in die documentaire. José, hoe heb jij ernaar gekeken? Nou, ik vind het een wat merkwaardige documentaire, omdat het eigenlijk geen documentaire is. Het is het woord geven aan een aantal spijtoptanten die zelf in Silicon Valley hebben veel geld hebben verdiend, zullen we maar zeggen. En het wordt afgewisseld, heel interessant, met een aantal fictieverhalen, verhalende stukken, wat eigenlijk een soort dystopische narratief is. En die zijn heel merkwaardig, want die lijken op een soort Wizard of Oz, waarin de eigen
eigenaren van social media worden ontketend en worden onthuld eigenlijk als een soort tovenaar die achter een gordijn staat. Je doet het gordijn open en wat blijkt? Oh, ze kunnen elke individuele geest manipuleren. Nou, ik vind dat stuk eigenlijk, die elementen van de documentaire, volstrekt ongeloofwaardig, maar ook ja, eigenlijk de eigenlijke boodschap over de macht van sociale mediabedrijven helemaal onderuit halen. Want dan lijkt het alsof ze ieder individueel brein een beetje kunnen met een schroevendraaiertje open kunnen maken. En waar het juist over gaat, is dat het een heel technisch, economisch, industrieel complex is geworden, waar hele grote politieke vragen achter schuilen. En dat soort macht, dat gaat over hele grote maatschappelijke vragen, ik denk dat dat een veel belangrijker mechanisme is om te laten zien. Ja, het speelt natuurlijk ook wel in op dat populaire beeld. En dat was natuurlijk, dat bestond al langer, van het idee van Mark Zuckerberg als een soort van machine, robot. Hij moest zich wel eens verantwoorden in de Amerikaanse Senaat. En meteen daarna verschenen overal op het internet beelden van hem. Dat het is dit eigenlijk wel een mens? Natuurlijk, hij wordt ontzettend gedemoniseerd. Hoe heb jij naar die documentaire gekeken, Michael? Jij praat natuurlijk ook veel met ontwikkelaars, mensen die bij dit soort bedrijven werken. Hoe keek jij naar die documentaire? Ja, ik ben met José eens. Ik denk, als we het over persuasive communication hebben, dan zitten er echt wel dingen in die documentaire die je wil overhalen naar een bepaalde kijk op dingen. Maar ik zou zeggen over het demoniseren ervan. Ik zie gewoon wat ik wel vaker zie is dat we techbedrijven in big tech als een soort monolithic, als een gewoon heel groot macht die alleen maar op geld uit is en een soort perfecte apparatus heeft om data te verzamelen en dat te doen. En ik zie weinig nuance. En ik denk dat vooral als je bedenkt over kijk, de sociale media en de techbedrijven die erachter zitten, ik zou zeggen dat we dat moeten zien als een nieuwe culturele veld. Net zoals, ik denk dat de beste vergelijking is bijvoorbeeld de journalistiek hiervoor. En dat is iets wat, dat is gewoon een veld van cultural producers die gewoon een heel groot impact hebben op hoe wij de wereld bekijken en hoe we meedoen aan de wereld. En binnen zo'n wereld heb je altijd een soort autonome kant. Een soort kant die vanuit die idealen komt, waar ik eerder over sprak. En welke nog even, welke idealen zijn dat? Nou, dat zouden idealen zijn als openheid, participatie, transparantie. Veel van die idealen die vanuit, Mark Zuckerberg heeft soms over ze, maar vaak zegt men dat cynisch is. Mm-hmm. Maar dat zijn idealen die worden uitgesproken door de mensen die ik vaak spreek. Dat zijn mensen in de open source software wereld. En mensen die alternatieve sociale media ontwikkelen en dat soort dingen. En wat ik zou zeggen is het. Dus je hebt die autonome idealen, values. En je hebt de heteronome, dus de machten van economische. De noodzaak om geld te verdienen. Precies, en het economische systeem, kapitalisme, dat zou zo'n heteronome waarde zijn. Ja, precies. Ja. Dus je kan elke culturele veld van producenten eigenlijk analyseren met die twee soort van poles of values. En je ziet dat gewoon eigenlijk ook is, er ook is bij techbedrijven en social media, maar we in onze discussies erover en in zo'n documentaire, dan wordt het vaak afgeschilderd als gewoon het een of het ander. Dus of je bent een authentieke vechter voor de goede dingen. Precies, die autonome waarden. Autonome waarden. Of je bent puur een soort vampier, werd Zuckerberg als afgeschilderd. Een vampier die uit is op geld. En
Ja, dus ik, in mijn ervaring, in mijn onderzoek, ik spreek vaak met mensen die bij Google werken of wat dan ook. En dat die zijn, ja, je kan dat niet op die manier zo bekijken. Het komt niet over met de realiteit. Toch heb je dingen zoals de social dilemma nodig om gesprekken te beginnen over, ja, over dit soort dingen. Ja, en dan nog heel even over die autonome waarden. Die zijn toch ook al ergens ideologisch geladen? Transparantie, openheid, misschien wel vrijheid van meningsuiting. Dat zit toch al een soort van, nou ja, misschien wel een van de begrippen die ik tegenkwam was cyber libertarianism. Dat zit toch al een bepaalde ideologische, misschien nog wel economische ideologie achter? Ja, absoluut. Er zit een vrij liberale politieke kijk op dingen erachter. Misschien ook libertarian, ja. En ik denk dat dat zeker waar. En dat heeft te maken met waar deze techbedrijven zijn gestart in Californië en dat soort dingen. Wat ik ook zou zeggen is dat je dit, is ook die vergelijking met de journalistiek en de ontwikkeling daarvan over heel veel jaren, eeuwen. Je ziet bij het ontstaan van zo'n culturele veld in eerste instantie een neiging naar heel erg liberale waarden. Want het is eigenlijk, moet je het zien als een soort nieuwe macht binnen de samenleving. En die zijn hun territorium aan het claimen. En zij zijn natuurlijk vooral bezig met liberale rechten. Wij hebben het recht om dit te doen. Wij hebben het recht om een platform op te zetten en niet na te denken over copyright enzovoort. En na een tijdje, en dat was hetzelfde met journalistiek, opkomst van journalistiek. Na een tijdje dan door ethische crises, zoals Cambridge Analytica enzovoorts, dan ontstaat er een proces van kijken naar verantwoordelijkheden. En ja, je hoopt eigenlijk dat zowel door de acties van overheden, maar ook door interne processen, dat de techwereld gewoon meer daarna gaat kijken. Net zoals de journalistiek heeft gedaan, en natuurlijk niet, is niet perfect gegaan, maar dat er zowel een interne als externe proces is die leidt naar een soort meer nadenken over verantwoordelijkheden. Ja, dus zou ik nu zeggen, die journalistiek die bestaat al honderden jaren. En die heeft ook een bepaalde ontwikkeling gehad. Deze sociale media bestaan misschien 30 jaar. We moeten nog even geduld hebben. Ja, misschien. Ik denk dat het. Ja, als ik naar de social dilemma kijk, zie ik gewoon zo'n voorbeeld van heel hard roepen van hoe erg het is. En die ervoor zorgt dat men wat meer kijkt naar de verantwoordelijkheden van social media. Maar ja, inderdaad, we moeten bedenken dat dit is 30 jaar. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de journalistiek, dan moet je terug naar dingen zoals in de 17e eeuw. Allemaal rechten die werden gewonnen door journalisten in Engeland. En misschien pas in de 19e, 20e eeuw de eerste eerste sprake van social responsibility, objectivity, dit soort dingen. Dus dat is echt gewoon een heel lang proces. En dat zit in de versnelling hier. Maar we moeten het gewoon zo zien dat social media en de techbedrijven erachter, dat is een soort gelijke macht in de samenleving, maar machtiger, zou ik zeggen. Ja. Ja. José, wat denk jij ervan, van die 30 jaar in vergelijking met het is zelfs jaar? Nog korter hoor. Want als ik zou kijken naar wat sociale media, hoe lang ze er zijn, dat is ongeveer 20 jaar. Ja. Kijk, ik denk dat je die hele machtskwestie, hoe machtig zijn sociale media, moet je ook analytisch bekijken. En je kunt het beste op drie manieren daarnaar kijken. Technologisch, hoe zijn ze technologisch machtig? Nou, daar hebben we net het verhaal over gehoord. Via micro-targeting, via het kunnen combineren van datastromen, waarop je heel
heel veel informatie bij elkaar kunt krijgen. Ja. Je hebt macht over de interfaces, over hoe je data van gebruikers verkrijgt, maar ook hoe je ze kunt hergebruiken. Nou, daar haal je eigenlijk economische macht uit. Dat is de tweede vorm van macht die ik zou willen identificeren. Economische macht is in de afgelopen 20 jaar er is nog nooit in de geschiedenis van de economie een sector geweest die zo snel en zo machtig is geworden dan de big tech bedrijven. Apple is sinds vorig jaar het grootste bedrijf ooit ter wereld. Hè, met een omzet die nog nooit gehaald is. Nee. De grote 5 techbedrijven, de GAFAM-bedrijven, Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft, hebben samen een marktwaarde die hen ongeveer het 5e grootste land van de wereld zouden maken. Na China, Amerika en Japan en Duitsland. Nou, dat is natuurlijk een economische macht. Dat hebben we nog nooit gezien. Daarmee zijn ze in staat om bijvoorbeeld ook heel veel kleinere of nieuwere bedrijven zo op te kopen. Kunnen ze hele markttechnische beslissingen nemen die hen enorm schaalvoordeel geeft, maar ook enorm eigenlijk bevoegd of globaal kunnen laten opereren over de hele wereld. En de derde vorm van macht, dat is politieke macht. En dat is natuurlijk met name de laatste jaren heel duidelijk geworden dat de geopolitieke macht van techbedrijven bijzonder groot is. Vorige week hebben we nog het voorbeeld gezien van Australië. Waar eigenlijk Facebook eenzijdig besloot om de toestroom van nieuws te gaan afkappen. En op sociale media, dus op Facebook zelf van hun nieuwsfeed. En daar zag je eigenlijk heel erg nadrukkelijk dat de staat als een soevereine macht in de clinch ging liggen met een techbedrijf. Dat hebben we zelden gezien in de geschiedenis. Dit is een vorm van geopolitieke machtsuitoefening die we veel vaker zullen zien in de toekomst. We hebben de clashes gezien tussen Amerika en China. Ook daar zitten niet alleen sociale media, maar zeker ook digitale platformen spelen daar een hele grote rol in. Ja. Dus samen de technologische, economische en politieke. De politieke macht zijn eigenlijk super, super groot geworden. En bepalen dus in zekere zin onze mondiale politiek. Ja, maar daar gaan we zo over verder praten. We gaan nu naar Janneke Jager. Die is er eigenlijk altijd bij. Ze brengt altijd een fantastisch lied. Er is een voorstelling die ze heel graag zou willen spelen. Ze staat geloof ik al geboekt, maar moet nog even wachten tot het kan met corona. Die voorstelling die heet Fantoomgeluk, dus hou dat in de gaten, jannekejager.nl. Maar ze zit niet stil. Ze heeft namelijk een lied uitgebracht, een nieuw lied voor Utrecht, Terug naar het Domplein. Dat gaat donderdag in première bij Aan Tafel bij RTV Utrecht. En ze wil dus een positieve stem voor Utrecht in de laatste fase van deze eeuwig durende lockdown. Janneke Jager. Facebook, Facebook, ik kan niet zonder jou. Zodra ik wakker word, dan open ik je trouw. En gluur ik eindeloos naar mensen die ik soms nauwelijks ken. Oké, ik zal gewoon bekennen dat ik een Facebook-junkie ben. Sinds een jaar of 10 is de balans echt volledig zoek. Vroeger kwam ik nog eens buiten en las nog wel een boek. En ik had wel eens, hoe heet het nou? Sociaal contact. Nu zit ik 16 uur per dag aan mijn scherm vastgeplakt. Insta, Insta, ik kan niet zonder jou. Al heb ik door dat scrollen een vergroeing aan de klauw. BN'ers, fitgirls, ouwe buren en natuurlijk ook mijn ex. Ik vind het vaak nog veel bevredigender dan een potje seks. We hebben massaal onze ziel aan de duivel verkocht. De wereld waar we nu in leven, een bedriegelijk gedrocht. Wat is echt en wat is fake? Wat is nog veilig en privé? Met ons scherm als het riool van deze online diarree. Twitter, Twitter, ik kan niet zonder jou. Al ben je één grote modderpoel en erger ik me blauw. Voor elke klakkeloze mening is hier uw gratis dump. Met als leider van de gekkies, natuurlijk meneer Trump. En er is elke maand wel weer iets nieuws in het assortiment. Zo was ik als oude taart pas net een beetje aan TikTok gewend. Ongegeneerd dansen in mijn kamer, je weet wel, in mijn ondergoed. Nu blijkt dus dat ik inmiddels alweer aan de clubhouse moet. Vermoeiend,
Maar ja, ik ben verslaafd aan social media. Wat moet ik zonder kapte filmpjes en zonder orgelria? Net als elke drugsverslaafde heb ik het al zo vaak gezegd. Nog eventjes, nog één keer en morgen, dan stop ik echt. Maar niet heus. Dankjewel, Janneke. Ja, applaus mag. Ja, zeker weten. Ja, we hebben jou ook gevraagd om een filmpje mee te nemen. En ik denk dat we aan de hand van dit filmpje nog goed kunnen verder praten over de macht van sociale media. Laten we even gaan kijken naar Zondag met Lubach. Kijk, ik neem jullie even mee naar de supermarkt. Daar staat cola en snoep en andere ongezonde dingen. Maar er ligt ook broccoli en volkorenbrood. En iedereen koopt iets anders, maar we zien allemaal wel dezelfde winkel. Op Facebook en YouTube is dat anders. Daar kom je binnen, je kijkt één keer naar een blikje Red Bull en bam, dat hele gangpad verandert in energy drinks. En je kijkt de andere kant op en waar ik broccoli zie liggen, liggen voor jou nu alleen nog maar chips, want dat past goed bij Red Bull. En tuurlijk, als je goed zoekt kun je heus nog wel ergens groente vinden, maar op elke zak chips die je koopt zit ook nog eens een sticker dat groenten levensgevaarlijk zijn. En je wordt steeds dikker, maar op het blikje staat dat het komt doordat er nog steeds in het pand ergens een pedofiele courgette aanwezig is. En het ergste is dus, jouw buurman beleeft een totaal andere supermarkt dan jij, zonder dat je dat doorhebt. Heb je wel eens per ongeluk ingelogd op het Netflix-account van je vriendin? Dat je denkt, ik wist niet dat er zoveel kerstfilms met puppies bestonden. En zo heeft iedereen ook zijn eigen werkelijkheid dankzij Facebook en YouTube. Die bedrijven die hebben de allerslimste techneuten ter wereld in dienst. Die hebben ooit dit monster gecreëerd. Nogmaals met de beste financiële bedoelingen. En nu moeten ze het ook weer temmen. Die mensen die daar in Den Haag politici bedreigen, die staan daar vanwege dat algoritme. En als er straks ergens op basis van die complotten geweld uitbreekt, of nog erger, een burgeroorlog, dan is dat een direct gevolg van het verdienmodel van die internetbedrijven. Dus zij moeten die fuik fixen, want alleen zij kunnen ervoor zorgen dat we allemaal weer in één werkelijkheid gaan leven. Ik zeg, fix de fuik. Ja, fix de fuik. Wat vind je zo goed aan dit fragment? Ja, ik moet ontzettend lachen bij dit film. Want alleen al de pedofiele courgette. Vind ik zo'n leuk beeld. Maar hij legt eigenlijk in een paar minuten gewoon heel haarscherp uit wat de technische mogelijkheden zijn van sociale media. Namelijk om je door gepersonaliseerde advertenties, maar ook content, zodanig in te trekken, in een bepaalde werkelijkheid te trekken, dat je eigenlijk zelf niet doorhebt dat je gemanipuleerd wordt. Ja. En ook omdat iedere kijker, iedere gebruiker van sociale media krijgt zo'n andere werkelijkheid voorgeschoteld, een andere fuik om ingetrokken te worden. En dat is een vorm van macht die we natuurlijk niet kennen uit de massamedia. Dat was gericht op hele grote massa's en in die zin, radio, televisie had daar heel veel invloed op, maar de gepersonaliseerde manipulatie is een heel nieuw fenomeen. En dat legt Arjan Lubach haar fijn uit. Ik denk ook wel eens van, ja, maar we zijn als mensen toch ook wel een beetje weerbaarder. Is er ook nog zoiets als common sense? Ik bedoel, ja, er zijn die gekkies, maar we zijn toch niet allemaal zo gevoelig daarvoor, Michael? Ja, ik wilde, Brahim, jij zei eerder dat mensen zijn gewoon niet bewust van de dingen die achter de schermen gebeurden. Maar ik heb misschien ligt het aan mijn bubbel, hè? Hier sta ik voor open. Maar ik denk dat mensen heel erg bewust zijn. En net zoals in het verleden mensen heel erg bewust waren van dat massamedia manipulatief is. En dus ik weet niet, er zit een idee achter zo'n clip en achter zo'n social dilemma film dat men niet bewust is. Maar ik heb het idee dat iedereen, we zijn niet accuraat bewust. We hebben niet een goed idee van wat er achter de schermen gebeurt. Nee. Maar we hebben zeker een idee. En ik denk ook dat we, ik weet het niet. Ik probeer, Brahim's onderzoek bewijst bepaalde dingen. Maar er zijn aannames hier achter die ik niet altijd helemaal begrijp. En inderdaad, er zit een soort vraag hier van Oké, maar zijn we, in hoeverre willen we het externaliseren? Zeggen dat het de fout van de sociale media is. En als er geen Mark Zuckerberg was, who would we have to blame but ourselves, right? Mm-hmm. Dat is soms een beetje mijn vraag hierover. Dus ik heb
gaan we misschien te ver in onze gedachten over hoe machtig de social media zijn. En als we dat doen, komen we dan in de problemen als het gaat om hoe we de sociale media beter maken of meer naar onze wensen trekken. En ja, dat is mijn... Parim, wat denk jij? Ik wil ook even inpikken op het feit dat mensen wel degelijk weerbaar kunnen zijn. Dat wijst onderzoek ook uit. Mensen hebben een soort defensiemechanisme dat ze kunnen optrekken, een soort muur, als ze zich bewust zijn van het feit dat ze gemanipuleerd worden. En daar ligt nu net het probleem. De voorwaarde om jezelf te beschermen is natuurlijk dat je moet bewust zijn van het feit dat er een soort manipulatie-event aan het gebeuren is, aan het plaatsvinden is. En je kan ook zien dat, zeker in een heel entertainende omgeving als sociale media, waar je eigenlijk niet bezig bent met word ik hier nu beïnvloed of niet. Je bent daar voor andere doelen, entertainment, sociaal contact, privé. Je bent bezig met de content. En dan ben je niet bezig met, oh, hier is nu net een politieke advertentie die mijn stemintenties probeert te beïnvloeden. Want er zijn gewoon te veel prikkels. Dus de aandacht is ook maar beperkt per individu. En vanuit die optiek kan je natuurlijk zeggen, ja, mensen kunnen zich beschermen, maar zijn ze altijd wel in de mindset om dat te kunnen doen op sociale media? En daar kan je natuurlijk ook wel vragen stellen over de mogelijkheid tot bescherming en de motivatie van mensen om zich kritische vragen te blijven stellen wanneer ze op een entertainende platform zijn als sociale media. Mm-hmm. José? Ja, daar speelt natuurlijk nog iets, dat is wie gebruiken de sociale media. Want als we het hier hebben over volwassenen, mensen die goed opgeleid zijn enzovoort, hebben we toch wel een heel ander publiek dan bijvoorbeeld het TikTok-publiek, wat zich richt op 10 tot 11, 12-jarigen. En dat is natuurlijk wel, daarom vind ik ook de metafoor van die fabeltjesfuik zo goed verzonnen. En ook het begin van dit fragment, waarin je zag dat met snoep gewerkt wordt. Nou, als dat publiek dus, als bepaalde boodschappen gericht zijn op een heel jong publiek, wat dat kritisch vermogen zeker niet heeft, wat ook heel erg gericht is op het zoeken naar zoet en lekkere dingen, zeg maar, dus die vooraan in het schap geplaatst worden. En vergeet dan niet de sociale druk die er ook is op kinderen om in een bepaalde fuik te zitten. En er zijn dus meer kwetsbare publieken dan anderen. En ik ben het volledig met Michael eens dat je moet ook gebruikers niet zien als een soort machteloze slachtoffers die er allemaal intrappen, want dat geldt natuurlijk ook voor een heel groot aantal segmenten van het publiek niet. Maar juist die kwetsbare publieken, daar moet je ook met nadruk bij stilstaan als het gaat om... We zien ook dat de publieke bereiken van de sociale media steeds jonger geworden zijn. Die begonnen voor een deel... Facebook is eigenlijk, wordt al bijna niet meer door jongere mensen vooral gebruikt. Het gaat nu naar oma's en opa's die dat leuk vinden. Maar de TikToks en de clubhouses en richten zich voortdurend op steeds jongere publieken. Ja. Nou, dat is ook wel iets om in je overweging mee te nemen. Arjen Lubach die zegt ook fix de fuik. En hij zegt ook dat sociale mediabedrijven dat zelf moeten doen. Ben je het daarmee eens? Ja en nee. Ik denk dat ze voor een groot deel kunnen ze niet anders dan het zelf doen. Onder druk van publiek, de publieke opinie speelt een hele grote rol in de druk uitoefenen op sociale mediabedrijven om dat te fixen. Anderzijds, zij gaan natuurlijk niet in hun eigen verdienmodel snijden. Dus zonder externe druk en vooral denk ik de druk van regulering, zullen ze dat echt niet zelf gaan doen. Dus ik denk dat allebei nodig is. De druk om het zelf te gaan oplossen, maar ook de druk van buiten om dat te reguleren. Ja, want er zijn natuurlijk al een aantal dingen die ze hebben gedaan. Afgelopen jaar was misschien ook wel een gamechanger natuurlijk door COVID, waar veel misinformatie verspreid werd, maar ook nog de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Facebook, Twitter hebben wel dingen gedaan om aan te geven dat er misinformatie verspreid wordt. Labeling, deleting, downranking. Ze zijn daar natuurlijk wel mee bezig. Ja, ze kunnen dus ook technische oplossingen verzinnen om hun eigen macht te tweaken. Ja. Maar dat ze zo machtig zijn, bleek ook juist uit de handelingen die ze zelf verricht hebben. Niet alleen het tegengaan van desinformatie en fake news, maar ook bijvoorbeeld door... noem maar het bannen van Trump van Twitter bijvoorbeeld en ook van Facebook meer recentelijk. Daaraan zie je hoe enorme macht ze hebben over het al dan niet toelaten van bepaalde stemmen
tot de megafoon. Ja. Kijk, er wordt heel vaak gezegd van ze zijn dus machtig over de vrijheid van meningsuiting. Dat is volgens mij, dat is waar, maar wat nog veel belangrijker is, ze hebben macht over het al dan niet aan- of afsluiten van de megafoon naar, mm-hmm. In het geval van Trump, 80 miljoen mensen. Ja. En dat is een macht die geen enkel ander bedrijf op de wereld bezit. Is dat schadelijk voor de democratie? Nou, dat is wel iets waar we goed over na moeten denken. Want het is namelijk geen democratisch instrumentarium. Het is een commercieel gedreven medium. En in dit geval een megafoon die over de hele wereld zodanig veel mensen kan bereiken. Dat het wel heel erg veel macht geeft aan één bedrijf om dat aan of af te kunnen sluiten. Ja. Dus daarover, kijk, ik noemde het straks al. Daarin zijn techbedrijven bijna in competitie met staten, met landen en nationale regeringen die dat een democratisch instrumentarium hebben gekregen. Ja. Als daar tegenover komt te staan een macht die eigenlijk machtiger is om die stemmen al dan niet kunnen toelaten tot het publieke debat, dan heb je het echt over een soevereine macht die een hele grote rol kan spelen in het reguleren van dat publieke debat. Ja, laten we het dan nog even verder hebben over het reguleren van die bedrijven en van die macht. Misschien het beknotten van die macht. Je noemde dus die technologieën, daar kun je op reguleren. We hadden die economische macht en die politieke macht. Waar moet je beginnen? Ja. En wat we ook net al hadden gezegd, je loopt achter. Ja, je loopt altijd achter, want de technologische ontwikkelingen die gaan voortdurend sneller. Ik denk dat je niet op één punt moet beginnen. We horen nu, in november is in Amerika met name gekeken naar het inperken van macht door de techbedrijven op te splitsen. Dat is één mogelijkheid, bijvoorbeeld dat Facebook in stukken wordt gehakt. Nou, je kunt naar de mededingingscomponent van die macht kijken, maar je kunt ook kijken naar de technologische macht en eisen van sociale mediabedrijven dat ze aan zelfregulering doen. Mm-hmm. In feite, Facebook heeft er al een voorschot op genomen, heeft een half jaar geleden een oversight board ingesteld en denkt dus, wij moeten onszelf reguleren voordat de staten het gaan doen. Een soort ethische commissie. Ja, bijna. Een soort ethische commissie die toeziet op de beslissingen die Facebook intern heeft genomen. Mm-hmm. Plus je ziet nu dat zowel op staatsniveau, nationale entiteiten, maar ook supranationaal niveau, op EU-niveau bijvoorbeeld, er steeds meer gekeken wordt naar hoe kunnen we die macht ook tegenmacht bieden. Hoe kunnen we daar tegenwicht aan bieden? Publieke tegenmacht. Zeker publieke tegenmacht, maar ook de tegenmacht van soevereine staten. Bijvoorbeeld Duitsland heeft heel nadrukkelijk een standpunt ingenomen over de verspreiding van hate speech door Facebook en Twitter. Daar is nu een wet dat ze binnen 24 uur de hate speech van hun platform moeten halen, anders zijn ze aansprakelijk. Mm-hmm. Nou, dat is een heel typisch voor de Duitse wetgeving. Ik denk dat iedere staat binnen Europa wel heeft een specifieke wetgeving, maar veel nadrukkelijker wordt nu gekeken naar Europa als geheel, om toch te kijken hoe men de macht daar binnen kan reguleren. En in principe denk ik ook dat Facebook en Twitter wel graag naar Europa kijken, want ze hebben ook niet zoveel aan zo'n lappendeken van reguleringen van 27 staten, waar ze in ieder staat andere beperkingen tegenkomen. Ja. Dus in dat opzicht is het ook voor de grote techbedrijven belangrijk om naar dat Europese niveau te kijken. Ik vond het wel mooi toen Michael net zei van die bedrijven die, nou ja, die beginnen en die ellebogen zich een weg naar de top. En ze hebben bepaalde autonome waarden en die proberen ze uit te dragen. Ik zie dan dat bijvoorbeeld Facebook en Twitter, die worden misschien wel gereguleerd, er wordt aangepakt, maar dan komt er misschien een ander techbedrijf. Dat komt op en dat krijgt dan alle kansen. En dan zie je weer een overheid die te laat is. Ik weet niet, ik misschien ben ik te cynisch hoor, maar als er weer iets opnieuw komt en dat economische systeem dat we nu hebben, dat blijft bestaan, dan verandert het eigenlijk toch weinig.
Anders dan dat de paar oude bedrijven, dat die opgeknipt zijn. Nou, dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis wel vaker gezien. Met Standard Oil is dat ook gebeurd. En met de grote oliebedrijven die een tijdje heel erg machtig waren. Ja. We hebben het voorheen ook gezien met een aantal sectoren waarin zo'nzelfde machtspolitiek eigenlijk gevoerd werd. Ik denk wel wat nu anders is, is dat deze techbedrijven hebben niet alleen macht in de eigen tech-sector, dus sociale platformen en de digitale omgeving, maar eigenlijk de digitale omgeving van elke andere sector. Kijk bijvoorbeeld naar het onderwijs, kijk naar de gezondheidszorg, kijk naar de financiële markten op dit moment. We worden eigenlijk gedisrupt, om dat woord maar te gebruiken, door techbedrijven die dus in al die andere sectoren ook macht aan het ontwikkelen zijn. Als ik kijk naar het primair onderwijs, 70% geloof ik, volgens een schatting, want dat weet je niet precies, van de basisscholen gebruiken Google laptops, Google software en worden eigenlijk uitgerust qua infrastructuur door Google. Ja. Nou, in allerlei sectoren, we zijn steeds afhankelijker aan het worden van een digitale infrastructuur die deze bedrijven eigenlijk zodanig belangrijk maakt dat allerlei sectoren daarvan echt afhankelijk worden. En dat is een vorm van macht die we nog niet echt eerder hebben gezien. Hmm. En als we dan een beetje fantaseren over het web of sociale media van de toekomst. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, Michael is de historicus onder ons, die ook veel over toekomstbeelden heeft geschreven. Ik zou zeggen, mag ik één ding over het probleem zeggen? Ja, natuurlijk, absoluut. Ja. Ik wilde, ik vind wel dat je dat de vraag was, wie lost het probleem op van die clip beschreef, dat we niet een gedeelde werkelijkheid hebben. Ik heb wel het idee dat je, als je een probleem wil oplossen, dan moet je hem ook goed definiëren. En onderzoek heeft wel laten zien dat bijvoorbeeld de polarisatie in Amerika is niet echt een effect van social media. De opkomst van social media daar loopt niet gelijk aan de polarisatie daar. In andere landen was er social media, was er geen polarisatie, enzovoort. Ik ben bang dat we misschien, als we over social media hebben en de techbedrijven, dat we vaak veel van de problemen bij elkaar gooien. Mm-hmm. En ze niet altijd even goed definiëren. Nu je vraag was. Als we dan nadenken over sociale media van de toekomst. Hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, aan de ene kant denk ik dat we, wat we zien is stabilisatie. Ja? Stabilisatie binnen, van de macht binnen die wereld bij bepaalde bedrijven. Die stabilisatie heeft ook wel voordelen in de zin van, als we het hebben over responsible social media, dat je eigenlijk wel kan bereiken op het moment dat je een stabiele markt hebt, zeg maar. Dus dat Twitter en Facebook en dat er afspraken worden gemaakt over hoe je omgaat met fake news of weet ik veel. Dus ik zie stabilisatie enigszins gewoon voortzet. En ik denk dat we zijn nog lang niet klaar met de aantal ethical crises die leiden tot hervorming. Maar tegelijkertijd zou je ook blijven zien dat er nieuwe spelers komen in de markt die proberen binnen te komen. En als die dat doen, dan zullen ze vaak een beetje, net zoals je soms in de journalistiek ziet, een nieuwe speler komt binnen en die grijpt een beetje terug naar die oorspronkelijke waardes. Ja. Dus je zal dat denk ik deels zien. Ik weet niet of dat
Om het even aan te vullen, ik denk ook dat instituties die we al hebben en die in onze samenleving altijd hebben gezorgd voor een soort een nivellering of een inbedding van ethische waarden in onze samenleving. Ik denk dat die op een gegeven moment leren omgaan met platformen. Je ziet dat nu al gebeuren. Vorige week, dus even terugkomend in Australië, zie je dat de uitgevers wel degelijk ook weer eisen dat ze een rol spelen. Dus dat die opstaan voor hun eigen rechten. Mm-hmm. We zien dat ook in het onderwijs. We zien dat ook publieke sectoren opstaan tegen de grote macht van de marktspelers hier. En zeggen wij, maar we hebben ook een publieke macht. Nou, ik denk dat dat gaat spelen. Dat we die instituties gaan echt opstaan en zeggen van dit zijn onze waarden. Onze waarden als samenleving. Onze waarden als publieke actoren. En dit soort waarden vinden wij belangrijk ook in deze marktomgevingen. En dat samenspel kan dan leiden hopelijk tot dat evenwicht waar Michael het over heeft in publieke waarden. Brahim? Ja, ik denk de sociale media van de toekomst. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de rol van sociale media op maatschappelijk vlak en de rol van sociale media op meer individueel vlak, op de mens zelf. Ik denk op maatschappelijk vlak, dat heeft José ook heel goed uitgelegd, de macht. Dat is een heel belangrijke factor. We moeten afstappen van het idee of we moeten ons niet... moeten niet denken dat sociale media louter doorgeefluiken zijn van informatie naar de eindgebruiker. Dat zijn ze niet. Ze zijn echt wel politieke machthebbers. Ze hebben politieke invloed. Dus ik denk dat sociale media in de toekomst idealiter niet meer een soort doorgedreven inmenging hebben in bepaalde democratische processen, zoals bijvoorbeeld onze politieke verkiezingen, zoals bijvoorbeeld het nieuws dat we consumeren. Dus die inmenging tussen bepaalde democratische processen en sociale media die toch wel gedreven zijn door private belangen en commerciële incentives, ik vind dat die link nu iets te veel op een negatieve manier is omgeslagen. Aan de andere kant heb je sociale media en de verhouding naar het individu. Ook daar denk ik dat de eindgebruiker veel meer controle moet hebben, veel meer transparantie over welke data er wordt gebruikt, op welke manier, hoe gaan algoritmes om met je data, hoe kan je te zien krijgen hoe de algoritmes beslissingen maken over wat je wel en niet te zien krijgt, en dat je daar ook controle over hebt. Hè? Dus dat je ook als eindgebruiker kan zeggen, ja, dit wil ik niet, ik wil niet dat mijn data verzameld wordt en ik kan toch nog altijd gebruik maken van die platformen. Dus ik denk dat we daar toch het onderscheid hebben tussen meer de maatschappelijke, de macro, gewenste macro veranderingen van sociale media, maar ook de meer micro veranderingen op individueel niveau. Mm-hmm. Tot slot, laten we even terugkeren naar de politiek. Die verkiezingen komen eraan. Partijen maken veelvuldig gebruik van micro-targeting en tegelijkertijd praten ze helemaal niet over digitalisering. Hoe kan dat nou? Ja, onbegrijpelijk. Als ik naar alle partijprogramma's kijk en ik kijk naar wat willen ze precies in de digitale wereld, staat nauwelijks iets over in de programma's. Er was een vaste kamercommissie over digitale zaken. Daar gaat geloof ik 3/4 van de bezetting uit. En ik heb dezelfde Arjen Lubach had vorige week een prachtig item over de digibetocratie. Waarin hij duidelijk aantoonde dat er van allegenen die op de verkiesbare plaatsen van de partijen staan, werkelijk niet één zou zijn die verstand had van digitale zaken. Ja, dat vind ik heel treurig. Maar kunnen we er dan wel op vertrouwen dat die veranderingen waar we het nu over hebben, dat die plaatsvinden? Ja, ik denk het iconische beeld dat iedereen zich nog herinnert was toen Zuckerberg in de Senaat vragen kreeg voorgeschoteld van senatoren. Senator, we run ads. Ja, die blijkbaar gewoon de essentiële basics niet kennen van sociale media. En dat zijn de mensen die het beleid moeten voorstellen en moeten uitmaken. Dus ik denk dat je ook daar... dus ze maken allemaal gretig gebruik van die sociale media, zeker politieke partijen. De digitalisering van de politiek is zeker een feit. Maar je merkt wel dat ze op dat vlak ook niet echt qua beleid of qua concrete plannen niet echt heel veel naar voren schuiven. En ik denk wel dat zeker nog een aandachtspunt is. Ja, dat was hem. Dank jullie wel.
Voor jullie wijsheid. Het lijkt me eigenlijk heel leuk om over 5 jaar hier weer te zitten. En dan kunnen we praten over wat er allemaal is gebeurd in die 5 jaar. Afgesproken. Dat zou leuk zijn. Dankjewel Brahim Zarwali, Michael Stevenson en José van Dijk. Dank jullie wel voor het kijken. Wij zijn er op 21 maart weer. En dan gaan we het hebben over de laatste ontwikkelingen in het kankeronderzoek. Ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Hopelijk in de zaal. Tot dan.